Goedendag, beste kijker, en hartelijk welkom bij Klaagmuur TV, vandaag vanuit onze studio in Kortrijk. Deze keer willen we stilstaan bij de dood van Hugo Chavez. De president van Venezuela, Hugo Chavez, is op 5 maart 2013 aan kanker bezweken. Het is de moeite waard om aandacht te schenken aan een kleine chroniek van zijn laatste levensjaren. Op 1 mei 2007 kondigde Chavez aan dat Venezuela zou willen uitreden, zowel uit het Internationaal Monetair Fonds als ook uit de Wereldbank. Het IMF heeft in veel Zuid-Amerikaanse landen een vernietigende reputatie en geldt vooral als instrument van de Verenigde Staten om landen ten zuiden van de Rio Grande, de grensrivier tussen de VS en Mexico, in sociale ketenen te leggen. De miljardenhoge schuldenlast bij het IMF van veel Latijns-Amerikaanse landen blijft een van de grootste hindernissen in de strijd tegen de armoede. Chavez had de visie een Zuid-Amerika-bank op te richten als regionale kredietgever. En tegenspeler van het IMF. We zullen niet meer naar Washington moeten gaan, naar niemand, beloofde Chavez zijn landgenoten en de rest van Zuid-Amerika. Begin april 2007 had Venezuela bekendgemaakt dat het alle schulden bij de organisaties voortijdig had terugbetaald om geen enkele verplichting meer te hebben tegenover het IMF en de Wereldbank. Dit was een belangrijke stap in de onafhankelijkheid van Venezuela. Nu zijn er echter stemmen die de VS verwijten dat ze Chavez uit de weg wilden ruimen vanwege handelingen zoals het uittreden uit het IMF, als ook de nationalisatie van de olieindustrie. Hij had immers het voornemen om aardolie niet meer in dollar te verhandelen. Chavez verklaarde nog niet zo lang geleden: Zou het zo verbazingwekkend zijn wanneer de VS een technologie ontwikkeld zou hebben die kanker veroorzaakt, en dat hierover niemand iets weet, en dat we pas over 50 jaar dat ontdekken? Het is heel eigenaardig dat wij allen, de regeringsleiders van meerdere landen die kritisch zijn tegenover de VS, kanker hebben. Moest blijken dat dit geen vermoeden maar realiteit is, dan mag het in ieder geval geen vijftig jaar meer duren tot de waarheid hierover aan het licht komt. Dit was het voor vandaag. Heeft deze uitzending je aangesproken? Geef dan de informatie van deze website door aan anderen. Hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer.